Ik heb er gisteren helemaal dus niet eens op gelet. Had ik gisteren ook nog even kunnen filmen. Kijk, hier kan je dit buigen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer reeds woensdag en we leven op alweer de 8e van de 12e maand. En het is 7 minuten over 3. Ik moet nodig weer even met die meisjes uit. Daar ligt er één. En die tweede zit daar uiteraard weer. Daar komt ze weer net aan. Hopie dopie. Ja, hé? Ja. Zeg maar ja. En ze moet ook eten, want de bak zal wel leeg zijn of bijna leeg. Ik weet het niet. Nou ja, zit nog wat in. Laten we dat eerst nog opmaken. Kan de bak weer afgewassen worden. Ja toch? Ja. Daar zit meneer Gandalf. Hé, hey, daar zit meneer Gandalf weer. Ja. 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 Ook die hebben wat te zeggen, nee. Jazeker. Nou ja, en aan het einde van de middag moet ik weer naar Marianne toe. Dan ga ik haar even helpen met haar kerstboom. Niet het optuigen, dat doet ze zelf, dat is haar ding. Maar de takken mooi doen, dat weet ze niet hoe dat moet. Nou ja, daar help ik graag even bij. En ik neem jullie daar gezellig in mee. En ik neem ook de statief dan even mee, want dat is wat makkelijk. Want ik kan moeilijk jullie vasthouden en dan de takken mooi gaan doen. Daar heb ik wel twee handen voor nodig. Ja. Dus dat komt helemaal goed. We gaan nou eerst die twee gekken eruit laten. Ja joh, wordt je goed, hè? Zo. Hè? Ja, kiele, 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 kiele. Kiele, kiele, kiele. Hè? Wat? Ja. Ik kwam dus laat uit bed, want ik had vannacht niet geslapen. Ik lag met te draaien, ik lag met te woelen, ik lag met te praktiseren, ik lag met na te denken. In wat voor wereld leven wij? Ik kon niet meer fatsoenlijk, lekker geslapen, omdat, ja, toch een beetje de angst, niet die prikken hoor, maar wat er met ons gaat gebeuren. Bij die prikken, degene die die prikken niet heeft gehad, wat willen ze bereiken ermee? Ja, ik zal tegenwerken in ieder geval. Als ze mij hier uit mijn huis weghalen, ik betaal hier huur en basta. En niet een ander. Ze hebben er niks mee te maken. Punt. Het is mijn lijf. Punt. Maakt zelf uit wat ik doe. Maar in ieder geval, zover is het nog niet. Nee, ik laat me niet vaccineren. Nee, de doodeenvoudige reden. Ik moet geen gif in mijn lijf. Ten tweede, ik haalde de griepprik ook nooit. Als ik de griepprik, ik heb hem één keer gehad. In het verre verleden, dat was mijn eerste griepprik waar ik voor het eerst in mijn leven een uitnodiging voor kreeg. Die heb ik toen destijds gehad, maar ik werd zo ziek als een hond. Griepprik is erom bedoeld dat je niet ziek wordt, in mijn ogen. Maar ik werd ziek. Ik heb hem daarna nooit weer gehaald. Mijn mannetje, die haalde hem ook altijd. Ik zeg, maar waarom zal jij de griepprik halen? Ik zeg, als jij er ziek van wordt. Ja, daar zit wel wat in, zei hij. Dus die heb hem toen na die tijd ook nooit meer gehaald. Want ook hij werd er ziek van. Dus ja, en zo ken ik veel en veel meerdere mensen die de griepprik niet ophaalden. Om ook verschillende redenen, omdat ze ook ziek werden of andere redenen, maar dat doet er allemaal niet toe. Als jij ziek wordt van een vaccin, dan hoef jij die toch niet weer te nemen. Dan ga jij toch het recht toe, dat is toch je grondrecht. Nou, maar ze gaan je verplichten. Nou, ze mogen dat niet. Nee, het is niet wettelijk. Het is jouw lichaam, weet je. En dan mogen ze het niet verplichten. Maar ja. Ik had gisteren nog een plaatje gemaakt voor een vriendin van me. Ik hoop dat ze die mooi vindt. Ja.
Dus dat komt helemaal goed. Ik moet het nog van horen of ze hem mooi vindt, ja of nee. Ik heb er verder nog niet gesproken. En ja, vandaag weer naar Marianne toe. Maar ik ga nou eerst met de meisjes. Dus ik zou ook zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag zoals je hem zelf in wilt vullen, maar geniet ook met ons mee. Vrienden, ik ben vlakbij Marianne haar huis weer, aanbeland. Maar ik schrok ervan dat we alweer zo ver zijn met het bouwen. Ja, ik heb er gisteren helemaal niet eens iets op gelet. Had ik gisteren ook nog even kunnen filmen, want toen waren ze nog bezig. Ik had ze wel gehoord, maar niet gekeken. Dus ja, ik schrik ervan. Dus, geweldig toch weer. Het schiet op. Dus ja, komen er weer huizen bij. Er stonden gebouwen, er had hier ooit een winkel gestaan van de Aldi. Hier hebben een gebouw van de UWV gestaan, hier ook achter me. Dus ja, het was meer gebouw dan huizen. Dus ja, helemaal toppie. Dus we gaan nou verder door naar Marianne. Lieve vrienden, zoals jullie zien, we zijn weer lekker gezellig bij Marianne. Poepie. En wat gaan we doen? Nou ja, die tak een beetje mooier maken. Ja, kijken of dat wil bij deze boom. Ja. Maar we zullen het beleven. We gaan gewoon zo meteen beginnen. En ze gaat er morgenochtend versieren, want ze heeft er nou geen zin meer. Ja, misschien dadelijk. Ja, misschien dadelijk. Ze moet even met de beentjes omhoog. Hé, Marianne? Nou ja, misschien doe ik het morgenochtend zo. Maar dat zullen we beleven. Ik ga er in ieder geval mee beginnen. En ik zet jullie op de salontafel neer. Als dat allemaal wil. Ja, zo. Nou, je gaat de takken goed doen voor mij. Ik ga dat eens even proberen. Ik ga hier achterlangs. Ja. Is er een lichtje in? Ga dat wel aan. Ja, dat moet ik nog in de kast met een verlengsnoer door. In de kast? Ja, maar dat moet ik nog opzoeken. Oh. De verlengsnoer ligt ergens in de schuur. Die heb ik hier niet. Dat kan niet. Maar ik ben altijd aan het zoeken. Ik mag dat graag altijd. Ja, lieve schat, dat kan niet hierachter. Dat gaat gewoon niet. Oh. Dus dat moet blijven zo. Oh. Ik moet even mijn mouwen omhoog stropen. Ik ga even in de schuur kijken wat het verlengsnoer is, maar ik denk wel dat ik dat vorig jaar ga, ja, dat had ik. Ja, dat weet ik niet. Ja, maar ik wel. Was ik niet bij? Nee. Nee, dat weet ik. Ik zeg maar, dat had ik gedaan uit de kast van me. Nou, vertel me. Ik moet eerst even. Ja, ik. Heb jij niet een krukje? Nee, ik ga hierop zitten. Niet zitten, ik moet hoger. Nee, ik kan even dit voor doen hier. Kijk, ik help. Hier kan je dit buigen. Ja, moet dat dan hoog? Ja, als een powervinger. Ah, okay, dan zit je voor beeldbuis. Oh, van de camera. Oké. Ja? En, maar sommige moet je ook naar beneden doen. Ja, je moet om en om waarschijnlijk doen. Ja? Wat zit daar nou weer? Oh, dat is het snoertje. Ja. Ja, een beetje. Dan krijg je het voller. Ja, oké. Ik snap wat je bedoelt. Nou, dat is nog wel even een klus, ja. Ja, dat is ook een klus. Ik zal even kijken als ik het verlengsnoer zie. Oeh, dat was het snoertje. Ik haal hem even omhoog, want dat vind ik niet fijn. Zo, even het snoertje daar hangen. Ja, dat is zeker een hele toestand. En dit is een heel andere boom. Want er zit ook plastic in wat je niet buigen kan. Voel ik al. Dat is jammer. Ja? Maar ja, ik begin dan altijd bovenaan, weet je. Ik begin meestal hier al, maar ik kan er allemaal bij. Je ziet het niet. Het als een powerveer moet dat een beetje omhoog en hier en daar naar beneden. Ja. Het is een hele vreemde boom.
Ik ga even hier al naartoe. Ik ga even zo kijken wat ik hier doe. En die kan beneden. Hup. Dan hoop ik voordat dat ze de piek heeft, want die kon ze vorig jaar geloof ik ook niet vinden. Ja, ja. La 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 la. O dennenboom, wat zijn je takken wondertoon. Ja. Echt waar. Schrik maar naar een hoedje. Waarom? Omdat die deur open ging. Ja, ik kun je daar toch vanuit zijn? Ja, maar als ik met mijn rug er naartoe sta, weet ik het ook niet. Nee, maar je hoort het wel. Nee. Nee, ik heb alleen deze. Ja, ik moet even echt zoeken. Weet jij je piek nog wel te vinden? Ja. Ja? Want die kon je vorige week niet vinden. Vorig jaar bedoel ik. Jawel. Oké, dan is het goed. Even kijken, ik weet het niet echt goed. Ik zou het wel willen weten. Weet ik, ik wil het ook niet weten. Maar ik ben het niet vergeten. Je ziet wat ik nou ongeveer doe. Ja. Hopelijk. Ik snap wat je bedoelt. Want nou heb ik al dat stukje gedaan, dus je ziet gelijk het verschil. Ja, dat is toch mooi? Super. Ik snap de bedoeling ervan. Ik wist niet wat je bedoelde. Ja, want die tak, dat is gewoon dan helemaal hier, die is plat. Ja, maar ik heb het alleen maar opgezet. Ja, die doe je omhoog, en die doe je naar beneden, die doe je opzij met een krulletje erin. En... grappig. Ja, ik denk dat het langer werk nodig. Nou ja, als je dat klaar ga je zitten. Dat maakt toch ook niet uit. Daarna doe je de versiering verder. Dat moet echt morgen wel, dat moet echt leren. Maar ik ga altijd door. Ik niet. Ja, ik was om 7 uur het nest, dus ik ga echt niet door. Ja, ik kon niet slapen. Dat maakt dan niet uit. Ik zeg alleen maar, ik was om 7 uur uit bed en dan wil ik vanavond eens even zitten. Toch, maar jij bent weer anders als ik. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Ik zou niet best weer zo allemaal hetzelfde waren. Ga je uit. Kijk, en je kind ook. Gaat die zet wel los uit elkaar. Rustig, jongen. Een beetje zo buigen, hè? Kan ja, komt dan nog goed. Komt dan nog goed. En ik ben geen jongen, hoor. Nee, het komt wel goed. Het komt allemaal goed. Ja, morgenmiddag komt er een oude schubbers. Zo dan? Ja. Leuk, hè? Ja. Ja, gezellig. Ja, vroeger schilderen we altijd samen. Ja, ze is ook oud. Zo wat troos in mijn handen, dus dat gaat niet meer. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze komt met haar man. Nou, dat is toch super, ja. Nou, volgens mij moet het zo de bedoeling zijn. Ik heb dit stukje verzonnen. Ja. Het moet, je moet... ik moet nog niks. Oh, dat is dat in. Wat ik wil zeggen is... dat die takken wat meer omhoog komen. Ja, weet ik. En een stuk die kant op, een stukje die kant op, en een stukje naar beneden, en een stukje dat. Ja. Zodat die boom rechter gaat lijken. Maar je moet het gewoon op je gevoel. Ja. Maar nogmaals, ik vond mijn boom vorig jaar ook heel mooi. Ja, qua versiering vond ik hem mooi. Ja, ik vond hem wel altijd wel mooi. Maar omdat je de takken dus toen niet had gedaan, omdat je niet wist hoe dat moest. Oh. Je begreep het toen ook niet. Nee, ja, weet ik veel. Ja, het was zo lieve schat.
Ik kon het eerst ook niet, hè. En ik ben bij die tuincentrum en voilà, daar waren ze bezig die bomen neer te zetten en ook om het mooi te doen. En ik zeg, hoe doen jullie dat? Nou, gewoon zo, net als een pauw vier omhoog. Ja. En ja, een pauw laat ook wel eens veren hangen, dus ja, dan laat je er weer wat hangen en die weer omhoog. Ja, dat is ook leuk. Ja. Echt waar. Dus ze hebben nou een hele tijd staan te kijken, hè. Ik was toch met de boers toe, dus ik bleef staan, kieken daar ook. Nou, ik zeg, dat moet ik toch ook kunnen? Ja, natuurlijk moet ik dat kunnen. Waarom? Misschien had ik er niet vorig jaar ergens op staan. Ik weet het niet. Dat kan ik me niet herinneren. Dat moet niet bij mij wezen. Nee, dat gaat er hangt een beetkaartje in. Ja, maar dat moet even blijven hangen. Oh, dat zie je toch niet. En waarom moet dat blijven hangen? Nou, omdat hij anders, weet ik niet meer hoe die in elkaar gaat, zijn er die stukken. Ja, bij mij ook, maar dat is het grootste stuk. Ik laat dat gewoon zitten, dan weet ik het. Het grootste stuk is bovenin en onderin. Klein stukje. Ik laat dat zitten, lieve schat. Ja. Dat vind ik makkelijk. Ik laat het ook wel zitten. Ik moet gewoon lachen. Mag toch? Ja. Dan zeg ik grote stuk onder, ene grote stuk midden, kleinste stuk boven. Auw. Ja, het komt helemaal wel goed. Toch? Ja. Echt wel. Maar ik ga hem volgens mij ergens opstaan. Ik ga hem morgen. Nou, je weet nou hoe het moet. Ja hoor. Ik heb hem tenminste ook ergens op staan. En dan kan ik er zitten bij. En nou niet. Oeh. Nee, maar dat soort dingen. Ja, la, 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 la. Ik begon er net al te zingen. Oh dennenboom, wat zijn de takken wonderschoon. Ja toch? Mm-hmm. Ja. Zo is het maar net. Zo. Dat ging van de week op midden in de nacht. Ja. Het was het 7 uur werk. Erbij. En, je mag ze aangeven, wordt er beweerd. Ja, dat mag al jaren, maar ik doe het niet. Ook al zit ik in de buurtpreventie. Er wordt toch al veel te veel verboden. Nou, en ik vind het onzin. Hé hey man, how are you? Hij is ook zo leuk. Hij heeft een tuin in Afrika. Oké. Okay. En hij zegt, ik vind jou zo leuk. Ik zeg, lieve schat, je bent jonger als mijn zoon. Dus, ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, doe je helemaal gewoon man. En dat doet hij. Oké. Okay. Ik denk dat deze takken een donder heb gehad. Hoe oud is deze boom als wat? Nou, niet zo heel oud. Nee, er is een tak die heeft een donder gehad. Ik denk dat hij, nou wat zal het zijn? Ik denk om die plant naast jou, hè, met die pot. Ja. Die net door het raam lazen. Uh-huh. La 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 la.
Ja. Jammer hoor, die. Kun je bij die andere takken vergeleken, kun je het zien. Nou. Ik ga weer even zitten. Nou, kijk, je kunt het verschil wel zien, vind ik. Ja. Ja? Ja? Je weet nou wat je doen moet? Ja hoor, dat komt helemaal goed. Wat je doen kan? Ben je tot zover tevreden ermee? Heel erg. Mooi, daar ben ik er ook blij mee. Want verder kan ik het niet. Nee, maar nee, ik ga er morgen mee verder. Is helemaal goed, schat. Dank je wel dat je mee hebt laten zien. Dank je wel.